Daar vlak weer naast, op de derde positie, is het dan Vincent Sauswind. En wie is die man op de vierde positie? Belangrijke vierde positie. Die recht geeft richting die halve finale. Is het Mitchell Smits, de uitvolger, op die vierde positie. En zo gaan we deze eerste vier mannen meenemen. Pini González, daar is Wesley Ties weer vertrokken met een goede oegemaar daar op plaats nummer 2. En we kijken ook naar Desmond van den Broek volgens mij. Dat zijn de eerste rijders die hier zijn. Het is Elwin Remmers op plaats nummer 2. Aanvalactie van de UWTC, Massa Bruin van 6 naar 4 in 1 bocht. Dat doet hij goed en daar schuift het hele veld in elkaar. 107, Shane Pereira is een aantocht. We kijken nog naar Leon Kiers, FC Unitas. De eerste drie mensen lijken los op weg naar de halve finale. En Desmond van den Broek hoort erbij vandaag. Hij kan dat door dit soort banen. Kan hij voor een verrassing gaan zorgen? Altijd natuurlijk rond plek nummer 6, maar kan die mee gaan doen voor plaats nummer 1. Van den Broek, we kijken naar Wesley Ties, we kijken naar Oegema en Shane Pereira. Yes, Ben, maak me nooit sorry genoeg, Ruben Mars.